Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt, de Grand Prix de Victoria Park. Maar Hans, deze bezetting, ja, dat hadden we niet durven te dromen. Nee, dit is met afstand de beste bezetting die we ooit hebben gehad, Rogier. Er staan paarden die we waarschijnlijk de komende tijd in de winter ook in de grote koers in Vincennes zien. We hebben natuurlijk Burt Parker gehad die vorig jaar dit circuit deed en hem won. En wat Burt Parker in de winter gedaan heeft, dat is onnavolgbaar. Nou, we hebben weer dat soort paarden ertussen staan. Geen Burt Parker, maar wel dat kaliber. En daar gaan we zo uitgebreid op voorbeschouwen. We gaan eerst naar de minis en het is de Prix de Ferry Hollander. Ferry Hollander hier op Victoria Park, de rechterhand van Ralf Dekker. En Victoria Park sponsort en Ferry krijgt de eer. We hebben een mooi veld, 12 deelnemers en die kunnen zich als de grote dravers klaar zijn met hun voorwerkrondes, kunnen die zich presenteren aan het publiek. Ja, laatste dravers die hebben de baan inmiddels vrijgemaakt. Dat betekent dat ik zou zeggen, deelnemers, défilé voor de minis. En dan komen ze aan, dames en heren, de sterren van de toekomst. Onder nummer 1, Rick Bakker, de zoon van Robin en Titia. Hij rijdt Pippi. Onder nummer 2, Jurjen Schildstra in de kleuren van de familie Schildstra. Jack is zijn pony. En onder nummer 3, Melanie Meltzer. En die rijdt Wolle Nagali. Onder nummer 4, Lara Brown. Dat zijn Duitse deelnemers. En die rijdt Cheesecake. En onder nummer 5, Ronald Lam, is dat de zoon van de Hoefsmid? Zou zomaar kunnen, hij rijdt Friso. Onder nummer 6, Tess Bakker. Ook een dochter van Robin en Titia. Mandy Special en de 7 is Zoe Wester met die geweldige pony Blue Springwater. Zoe is de dochter van Rick en Annika, dacht ik. Onder nummer 8, Mandy Boers en Turbo. En onder nummer 9, Christa Lauersheimer, de zoon van Peter. En zij rijdt Stanley. Onder nummer 10, Jennifer Haarsma met Brianna, topponny die eigenlijk altijd erbij is. En dan de Van Brederodes, beide dochters van Ton. Stacy met Roos, Liz met Topper. Startvrij. Standby.
Vlag omhoog. En de start is gevallen. En kijk eens hoe lekker fanatiek de Robin Bakker. Hij gooit zijn rik vooruit. En die neemt de leiding. Op de tweede plaats een galopade. Voor de drie, dat is Melanie Meltzer. Daartussendoor komt de twee naar voren. Dat is Jurjen Schildstra met Jack. Wat een bijzondere pony heeft de familie Schildstra gevonden. Daarachteraan Laura Brown. En achter Laura Brown met Cheesecake volgt dan het nummer 5 van Ronald Lam met Friso. En dan komt aan de wijde buitenzijde Mandy Special naar voren. En het wachten is even nog op die Zoe Wester met Blue Springwater. Die komt vanuit de start van het veld nu naar voren. Maar die hele grote Schilstra-pony, die maakt een geweldige indruk en die neemt de leiding over. Jurjen Schilstra met Jack heeft een aardige voorsprong opgebouwd. Op de tweede plaats sterk gehouden Rick Bakker met Pippi. Hij geeft wel een aansporingtje, maar weet ook zeker dat hij zijn paard vol moet houden. Het is Melanie Meltzer op de tweede plaats trouwens, de Duitse Amazone. En het is die Jurjen Schilstra die is naar links en naar rechts kijkt en inmiddels begint te beseffen dat hij hier gewoon een geweldige overwinning gaat boeken met zijn pony Jack. Want Jack is veel te goed voor de concurrentie. De strijd voor de plaatsen. Die is nog spannend. Maar het is Melanie Meltzer die tweede plaats heeft. Maar daar komen de Lauwersheimer-kleuren naar voren, zo te zien, aan de wijde buitenzijde. Maar Christa Lauwersheimer zal tekort komen voor plek 3. Het is dicht daarbij ook nog zo te zien. Mandy Broers met Turbo, zeg ik dat goed. Maar laten we even op de winnaar concentreren. Jurjen Schilstra, wat een demonstratie. Proficiat, Schilstraatje de winnaar. Op de tweede plaats staan Melanie Meltzer. En derde, Kloos. Oeh, dat zou de Amazone van Lauwersheimer kunnen zijn. Of die aan de binnenkant. Dat was nummer 5, Ronald Lam met Friso. Maar de rechter zinnig heeft gesproken. En het was in het midden van de baan naar de derde plaats. De 9, Christa Lauwersheimer met Stanley. Wat een mooie winnaar van deze Prix de Very Hollander. Jurjen Schildstra en Jack. Grote pony, maar ook eentje met een machtige draf eronder. En die kwam geen moment in gevaar. Staat volgende keer niet meer op de 400 meter. Dat kan hij vergeten. Maar wel een pony die een toekomst heeft. Felicitaties aan vader Schildstra. Hendrik. Felicitaties aan opa Klaas. En stiefoma Henke Paulusma. Bedankt Victoria Park Wolvega voor de sponsoring van deze mini-trottersdraverij. Voorafgaand aan het klapstuk van vanavond, de Grand Prix de Victoria Park. De Greenheart Trophy. En een bijzonder woord van dank aan Nathalie Lauwersheimer voor haar geweldige organisatie.
We zijn de ereprijs overhandigd, dames en heren. Dan gaan ze beginnen aan de ereronde. Geef ze een applaus met vooraan de winnaar uit stal Schilstra, Jurjen Schilstra.